everyone, I'm Sisu, 안녕하세요, 여러분, 전주주입니다. And today I am at a shop, 3345. It's a music shop. They sell lots of LPs, but also K-pop lately, and they have a sale today, so that's why I'm here. Hi, ik ben Gunnar, een van de mede-eigenaren van 3345 Records in Den Haag. We zitten hier nu 5 jaartjes, bijna. Vanaf maart hebben we ons jubileum. Gaan we vieren. En hier ben ik het meeste tijd van de week. 5 dagen in de week. Lekker muziek uitzoeken en mensen helpen. Ja, en ik dacht dat het wel leuk zou zijn om een aantal vragen aan Gunnar te vragen over het verkopen van K-pop in zijn winkel. Hoe ben je op het idee gekomen om K-pop te gaan verkopen? Begon er eigenlijk mee dat we gewoon de vraag kregen van mensen of we ook K-pop hadden staan. Het was voor ons eigenlijk nog iets heel erg nieuws of onbekends. Dus dat de muziek er was. Maar we wisten bijvoorbeeld niet hoeveel K-pop, zeg maar, als fysieke verzamelobjecten bestonden. En toen we die vraag gewoon een paar keer kregen, toen zijn we ons eigenlijk echt een beetje in gaan verdiepen van oké, welke artiesten zijn het, waar komt dat vandaan? En langzamerhand leer je een beetje je weg erin kennen. En daarnaast is mijn vriendin is Zuid-Koreaans. Mm-hmm. En haar zus die werkt voor een Koreaans entertainment bedrijf. Dus via haar leer je ook een beetje de ins en outs van hoe dat er aan toe gaat en hoe het een beetje werkt. Wauw, dat is echt wauw. Ja, ze zit nu in Colombia met ethies. En jullie verkopen nu een aardig grote selectie van K-pop albums. Zijn er nog meer plannen voor de K-pop selectie? We zouden het heel leuk vinden omdat K-pop los van de muziek ook heel erg draait om gewoon alle verzamelobjectjes die erbij zitten. En de merch. Mm-hmm. En het zou tof zijn om ook te kunnen kijken of we langzamerhand misschien een beetje wat van die merch zelf kunnen krijgen. En dingen die misschien in Nederland wat lastiger te krijgen zijn. Maar goed, dat is nog heel erg onbekend terrein. En daar moeten we ons echt nog in gaan verdiepen. Want ik heb al van jou een beetje begrepen dat het lang niet altijd heel makkelijk is. Nee. Voor iedereen is het een speurtocht om alle gelimiteerde dingen te krijgen. Maar dat zou tof zijn. Dat we willen sowieso in de winkel willen we echt een merchhoek hebben met kleding van gewoon verschillende labels, artiesten, kan variëren van metal shirts, K-pop shirts, echt van alles. Ja, dat zou echt heel tof zijn. Dus dat zouden dat willen we gewoon binnenkort hebben in de winkel. En daar kan dit gewoon onderdeel van zijn. Ja, nou ik denk dat K-pop fans er heel blij mee zouden worden als dat zou kunnen komen. Merk je een verschil tussen mensen die K-pop kopen en mensen die niet K-pop kopen? Ik denk dat mensen die K-pop kopen over het algemeen, er zitten vaak hele kleine verschillen tussen de verschillende K-pop releases. En van één release kunnen er heel veel varianten zijn. En je merkt gewoon dat de echte K-pop fans heel goed up-to-date zijn met wat waarin zit. Yeah. En soms nog ter plekke in de winkel dingetjes even snel aan het opzoeken zijn, want je wil dus niet net de verkeerde of iets dubbel hebben. Ja, de verkeerde versie. De verkeerde versie. En it's a big deal. En voor ons is het soms ook achter de oren van erachter komen wat de verschillen zijn. En het is gewoon wel heel leerzaam. Ik denk dat dat eigenlijk het meest typerende verschil is. Wow. Nou, eigenlijk is die vraag al redelijk beantwoord. Van wat vind je leuk aan het verkopen van K-pop? Wat bij ons in het team ook heel erg was dat ze eigenlijk aan het begin al heel erg aangetrokken voelde tot gewoon een hele grafische vormgeving van dingen en hoeveel creativiteit daarin zit. En dat vind ik heel leuk, dat er zeg maar wordt bedacht om iets speciaals ermee te doen en er gewoon allemaal leuke collectability-achtige dingetjes bij zitten. Sommige mensen zullen misschien denken van maar het gaat toch om de muziek, maar ik denk dat dat juist voor jonge mensen in de tijd waarin je alle muziek ook gewoon kan streamen, toch weer motiveert om gewoon dingen te verzamelen en iets fysieks in huis te hebben. Zeker maakt het voor hun speciaal. Van de K-pop albums die jullie hier verkopen, wat zijn de 3 bands waarvan je denkt die het meest verkopen in de winkel? Ethies, denk ik. Ja. Ethies, Stray Kids. Stray Kids. En ik denk dat de strijd op de derde plek tussen New Jeans en G-Idle is. Oh, echt waar? Ja, allebei hebben ze veel. Ja.
En eigenlijk wat meer dan misschien de wat al wat oudere, gevestigde K-pop artiesten. Merken dat mensen echt heel erg op zoek zijn naar gewoon echt een beetje opkomende komende groepen. En als je een K-pop liedje elke dag zou draaien in de winkel, welk nummer zou dat zijn? Ja, ik ben persoonlijk heel erg New Jeans fan. New Jeans. Dus, Oh My God of ETA van New Jeans. Ja, ja. Die kan wel op repeat. Ja, goede nummers. Dat was de kleine interview. Heel erg bedankt. En ook super bedankt dat ik mocht filmen in de winkel. Ja. Kom zeker een keer langs als je vlakbij in de buurt bent. En happy K-pop shopping. And they were so kind to give me an album, so let's unbox it. I chose for Stray Kids. The city is stunning. I love it. I just really love the design. I actually hope that this, for the limited album, they would do the dragon, but I love this as well. Right, so let's see the inclusions. There's actually quite a lot. And there's another poster, there's two. Okay, here we go. I was hoping to get this one. Then the photo cards.